de vroege vrijdagochtend is brand uitgebroken in een elektriciteitshuisje aan de Scharenburg in Druten. De brandweer heeft de deur van het huisje opengebroken om de brand te kunnen blussen. In het huisje waren veel kunststof aanwezig, waardoor de brandweer lang bezig is geweest met het nablussen. Omwonenden hebben volgens de brandweer geen last gehad van stroomuitval, omdat een andere faciliteit de stroomopwekking heeft overgenomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is vooralsnog onduidelijk.